What's up, beste kijkers? Welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber en een nieuwe playthrough van God of War Ragnarok. Na flink te hebben rondgedobberd en gedold in het rijk van de dergen Svartalfheim en een bezoek aan Durlin, zijn we nu eindelijk hopelijk bij de verblijfplaats van Tyr gekomen, een van de oude en verlaten mijnen. En nu is het ons een weg naar binnen banen en hopen, fingers crossed, dat Tyr daar ook werkelijk zit. Zo niet, dan moet Atreus een andere hobby gaan zoeken en wordt de toekomst voor Ragnarok heel onzeker. Voor we de mijn ingaan, ik zag dat ik een hoop aan experience points had en ik wil even kijken of ik ze ergens goed voor kan gebruiken. Deze runeaanval is al op niveau 2, hoef ik niet per se nogmaals te upgraden. Deze, de vlammen van angst. Daar heb ik nog wel wat experience points voor nodig, maar ik zie er wel een been in om die te gaan upgraden. En dit is 8000, dat gaat heel lang duren, dus daar begin ik niet aan. Ik zal waarschijnlijk tijdens deze video nog vaak het zweet van mijn voorhoofd wissen, want oh mijn god, het is weer bloedje warm en benauwd. Ik heb het raam dicht, want anders is het te veel herrie voor de buren buiten. Terwijl ik dit opneem is het al laat in de avond, maar dat maakt het allemaal niet makkelijker. Ik zweet. En ik heb niet genoeg aan kraanwater en waterijsjes om dit te lijf te gaan. Fuck klimaatverandering. Eens kijken of de dwergenmijnen zo magnificent zijn als die uit Lord of the Rings. Ik denk dat dit het is. Dit is de mine. Look out! Oh! Natuurlijk, naarlingen. Well, looks like the official entrance to the mine is blocked. There's gotta be another way. Ah, wat verwacht je ook anders? God of War is behoorlijk goed in het omzeilen van de clichés. Dus ik hoop dat het ook in het geval van een verlaten, krakkemikkige mijn een hoop clichés kan omzeilen. Ah! Als dezelfde karakters op de zenuwen beginnen te werken, dan hebben we echt wel een nieuwe grens bereikt. Een nest, overduidelijk. Alleen hoe dicht in de buurt is dat nest? En zit weer zo'n spuuglelijke moeder bij. I think I can hear the water too. Slow down, Atreus. Take care. Be ready. Ja, als Tyr hier werkelijk zit, dan zal er vast een nieuwe vorm van verdediging zijn die Odin in plaats heeft gezet. Oké, eens even kijken. Heb ik Spartan Rage? Ja, Spartan Rage. Oké, let's do this! En ik gebruik nu, dankzij die upgrade, minder Spartan Rage dan eerst. En boom! Oh yeah! Zo, dat is een taaie! Hij heeft een hele balk van Spartan Rage weten te weerstaan en hij leeft nog. Momentje. Die fucking naarding elke keer. Shit. Yes, oké. Okay. Oh. Ik krijg nooit genoeg van die finishers. That's all of them. The smell these things leave behind is so gross. A small consequence for the step into home. De enige mijn die ik tot nu toe in deze wereld heb gezien, dat was in Midgard. En dat was een mijn die samen was gebouwd door dwergen en reuzen. Tot nu toe is het werk van de reuzen een stuk indrukwekkender. Maar ja, die verbouwen ook altijd op kolossale schaal. Geen karretje. Dit keer, dat is al een flinke subversion of expectations. I'm sorry. I know you said not to, but I can't stop thinking about this. We spend all of our time fighting bad stuff. And I don't get why we can't do that alongside Tyr.
We do not know him. We saw his shrines. He's a leader. He stood up to Odin when no one else would. If he's done it before, why wouldn't he do it again? Images from long ago do not tell a whole story. Ik denk dat we binnenkort een scenario gaan krijgen van Never Meet Your Heroes. Once we get off this, let's check there for Tyr. He's gotta be close. Can't help but feel like you're angry with me or something. Ever since we got to Svartalfheim, you've been critical of my every move. If you don't think I can lead us, just say so. It is not your competence that is in question. Okay, but what does that mean? Consider your intent. Maar de intentie die maakte toch niet uit, alleen de consequenties. This place is huge. Must have taken ages to build. Ik ben zo gefocust op wat ze zeggen dat ik vergeet om me heen te kijken. Het is inderdaad heel fraai. We'll have to check that one too. En leuk als wildwaterbaan. Nope, we're on our own here. Your question from before about my intent. I intend to help the God of War stop Odin. And that means freeing him from whatever prison he's in right now. Brace yourselves, friends. Sindri. And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose, rusty nails everywhere. Have you seen any signs of Tyr? As if I would navigate this maze of running sewage. No. I'm sure you'll manage that on your own. I don't know. The water looks pretty clear here. Keyword, looks. Ja, dat zeggen ze ook van de Hudson rivier in New York. Oeh, je wil niet weten wat daar allemaal in heeft gezeten. Atreus lijkt Tyr dus enorm veel op een voetstuk te hebben geplaatst, omdat hij alleen het hele beperkte beeld heeft dat Mimir en die heiligdommen van hem hebben geschapen. Maar we weten uiteindelijk niet hoe Tyr werkelijk is en hoe de jaren van gevangenschap hem misschien hebben veranderd. Wie weet of hij überhaupt nog in staat is of wil vechten na wat hij heeft meegemaakt. Want hij was daarvoor al niet een vechtersbaas. Hij kwam in verzet tegen Odin, maar hoe hij dat deed is net zo belangrijk. Hij deed het door samenwerking met de rassen. Door aan te tonen dat hij heel anders was dan de Alvader. In plaats van alleen maar aan zichzelf te denken en controle te willen hebben over alles, moedigde hij gewoon iedereen aan harmonie met elkaar te hebben. En hij hielp de reuzen te overleven. Niet dat dat uiteindelijk veel verschil heeft gemaakt, want in Jotunheim troffen we ze allemaal dood of verdwenen aan. Atreus koestert gewoon te veel hoge verwachtingen voor een man die hij vrijwel amper kent. En hij wil Odin stoppen met de god van de oorlog, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En wat Kratos dus zei van intent tegenover consequenties. Atreus die mag dan een juiste reden hebben om dit te doen, maar de gevolgen die het zal hebben van hoe hij het wil doen, that's gonna matter a lot. Het is heel fraai, ja. Het is heel anders dan Moria. Er is veel meer licht en er zijn veel meer aan druipstenen. Look, there's a door just across this gap. Tyr could be right there. Het is een god waar heel veel aan natuurlijke processen nog hard aan het werk zijn. Het voelt niet doods en verlaten aan. Het voelt gewoon relatief levendig. Eens kijken wat hier staat. Whoever wrote this certainly had an eye for detail. Schatzicht. Ik kan hier verder niks over zeggen. Niet overal zit een spannend verhaal achter. Soms zetten ze gewoon ergens op wat het is. Oké. De weg is geblokkeerd en er lijkt geen water te stromen door dat kanaal. Voor zover ik kan zien. Maar ik zie wel iets voor Atreus om op te schieten. Nu moeten we zorgen dat het water hier stopt en naar dit wiel gaat stromen. Oftewel, zo. There we go. That worked. Let's get to the door. Come on. Nog iets waar ik het niet over had. Atreus, hij denkt weer onmiddellijk dat zijn vader hem beschouwt als iemand die gewoon niet
capabel genoeg is om een leider te zijn en mensen voor te gaan in verzet tegen Odin. Maar dat is nooit waar Kratos aan heeft getwijfeld, al heel lang niet meer. Hij weet hoe goed Atreus is geworden, hoezeer hij gegroeid is als krijger. En hij vertrouwt ook op zijn nobele inborst. Maar die inborst is al voor enig tijd aan het wankelen. En dat is wat hem zorgen baart. Want de laatste keer dat Kratos niet goed op zijn intenties lette in Griekenland, kostte het hem vrijwel alles. Hij ging dwars door alles en iedereen heen, omdat hij geloofde voor 100% dat hij hier goed aan deed door Olympus uit te roeien. Wie daarbij omkwam, kon hem helemaal niks meer schelen. Tyr? Well, I certainly don't think this is where Tyr currently is. He's got to be here somewhere. This mine is huge. Atreus, what do you intend to stop Odin from doing? You speak as if you know his plan. I don't know his plan. That's why we're... Ahem. Brothers, with Fimbulwinter underway and Ragnarok around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Atreus vertelt ons niet alles. Hij sprak alleen met Odin en hij houdt iets achter over wat Odin van plan is. Iets wat alleen hij weet. Maar waarom wil hij dat toch niet zeggen? En dat Odin iets doet alleen voor zijn eigen voordeel. Hij doet al sinds zijn geboorte niks anders. Dat is niks nieuws. Maar de methodes die hij zal gebruiken om zijn doel te bereiken, die zullen extremer en gevaarlijker zijn dan ooit. Maar wat is dat dan toch? Hij zei dat hij Jotunheim en de reuzen en hun vooruitzicht niet meer nodig had. Maar wat dan nog wel? Alles wat Ragnarok kan gaan aankondigen. De wolven die schijnen vrij te zijn als we die geheime profetie van de reuzen moeten geloven. Dus misschien is het zoiets? En hij liet ons in leven. Althans, hij gaf Thor de opdracht om Kratos niet te doden. Dus hij heeft Kratos ook nog nodig in zekere zin. En Atreus zeker. Maar waarvoor? Wat heeft Atreus dat hij wil? En waarom geeft hij Atreus de keuze om te komen? Zoveel van Odins motivaties zijn heel moeilijk te doorgronden momenteel. Althans, we weten op grote schaal waarom hij het doet, maar een kleine schaal is het heel lastig hem in te schatten. Hij is een pathologische leugenaar en een meestermanipulator. Waardoor je nooit echt helemaal zeker bent van waar hij heen wil. It looks magnificent. Across the way, there's another door. Maybe that's the one. Oh! Drauger. Great. Nou ja, daar zijn we zo klaar mee. Op ratten. Nog een runesteen. Learn anything? Nee, als je me nou even een hint gaf van wat erop stond. Samenwerking. We hebben deze wereld gebouwd met onze dwergenhanden. Versterkt met onze dwergenspieren. Verbeterd met onze dwergengeesten. Maar we hoeven het niet meer alleen te doen. In de azen van Asgard hebben we eindelijk onze gelijken gevonden in kracht en vernuft. De dwergensmeden werken nu samen met de soldaten en ingenieurs van de azen. De azen delen de last nu met hun dwergenbroeders, zodat we allemaal minder te dragen hebben. De dwergen hebben Svartalfheim gemaakt tot wat het is, maar samen met de azen kunnen we het nog beter maken. Ach, arme jongens. Dit moet nog helemaal in het begin zijn geweest, toen Odin vooral nieuwsgierig moet zijn geweest naar wat Svartalfheim
te bieden had. Dit moet echt letterlijk in de allereerste jaren van hun samenwerking zijn geweest. Toen Odin nog helemaal niet uit was op complete dominantie. Maar hij wou gewoon eerst zoveel mogelijk te weten komen. En dus deed hij diplomatiek en kondigde een grote coöperatie aan met de dwergen. En het is geen verrassing dat de bewoners van Asgard technologisch minstens zo veel aan vernuft hebben als de dwergen. Dus dat waardeerde ze zeker aan het begin, die mate van vakmanschap. Maar het kwam ze duurder te staan dan ze ooit hadden kunnen weten. Dat zijn altijd aangrijpende boodschappen die je tegenkomt in videogames. Als je heel ver in de game, als je de wereld en de maatschappijen al een beetje hebt leren kennen, dat je dan een bericht tegenkomt dat laat zien van hoe het was helemaal aan het begin. Toen het nog niet helemaal in een neerwaartse gewelddadige spiraal terecht was gekomen. Zoals bijvoorbeeld in The Last of Us. Discouraging, but it is a mine after all. Namir, that is discouraging. Maar met die onheilspellende muziek erbij, het bevalt me niks. En de knalpot is daar in een andere hoek. There's a broken door up to the left behind this crane. Maybe Tyr tried to escape. We should look. Man, hij grijpt echt elke strohalm dat hier dichtbij kan zijn. Maar een heleboel lijkt gewoon op het tegendeel te wijzen momenteel. Eén ding staat vast, deze mijn is inderdaad kolossaal. Het wordt nog een hele tour om letterlijk elke deur te vinden. Oké, dit zijn allemaal onderdelen van één grote puzzel. Maar ik wil eerst hier even kijken. Nu we de doorgang vrijgemaakt hebben. Wait, where are you going? We will return. Oh boy. Oh, fijn, nog zo één. Alleen de vraag is, hoe verslaan we die fucker als we niet omhoog kunnen? Alright. Oké, zolang die moeder nog rondloopt, kunnen we ook niks oppakken, helaas. Auw, hey! Spugen is onbeleefd. Down she goes. Okay. Je hebt niet veel aan die knalpotten die hier overal liggen als zo'n grote lobbes maar op één plaats blijft staan. Beetje jammer. Yes. The door now, shall we? Okay. Nu kunnen we bij deze knalpot. Another dead end.
Great. Ze blijven aan de gang. A statue. Made for the Aesir. Indeed. And then stolen by Alfjof, the thief. Alfjof. Interessante naam. Het standbeeld van Alfjof. Ik herinner me de streken van de dief Alfjof nog goed. Hij begreep een van de belangrijkste regels van het verzet. Het is niet altijd nodig om een grote veldslag te winnen. Zorg gewoon dat je de indringers een hoop last bezorgt. Voordat Svartalfheim zich vrijwillig overgaf aan Asgard, stuurde Odin een detachment Einherjar, een tactisch staaltje machtsvertoon. Er ging geen dag voorbij zonder dat ik geruchten opging over verdwenen zakken graan of gestolen wapens. Of, zoals in dit geval, over kostbaarheden die werden geroofd voordat ze naar Asgard konden worden gebracht. Dus ze stalen gewoon eigenlijk hun eigen dingen terug. Anders dan de meeste andere dieven ging het Altjof niet om de spanning of de opbrengst. Hij wilde de Einherjar gewoon zoveel mogelijk irriteren. En dat werkte, totdat ze hem in de val lokten en hen ophingen met een stuk touw dat hij had geprobeerd te stelen. Yikes. Nou ja. Zijn verhaal is nog springlevend. Heel veel verzetsmensen die onderschatten de kracht die in kleine operaties schuilt. En in zekere zin is dat ook bij simpele activistische bewegingen als Extinction Rebellion. Onderschat niet de kracht van kleine acties en initiatieven om aandacht te trekken. En dat is eigenlijk weer een versie van een van de oudste lessen die er is. Elke persoon, hoe klein of onbelangrijk schijnt ook, kan het verschil maken in de wereld. Eens zien. Aha, oké. Hiermee kunnen we naar de overkant als we die kraan kunnen optakelen. Aha, en hiermee kunnen we dat wiel laten draaien. Outstanding. That overflowing water is powering the train. Clever. Oké. Dat was makkelijker dan gedacht, dus er zit vast nog iets extra's in. The lift doesn't seem power. Oké, duidelijk. Nu weten we dus waar dat andere kettingpunt was dat we zagen daar bovenop. Dat brengt vast de lift op een of andere manier in beweging. Ik weet nog dat ik de vorige keer heel lang over deze puzzel deed. Het was helemaal niet makkelijk uit te vogelen. Het gaat deze keer vast een stuk sneller. Oké. Ja, nu is de lift in werking, maar hij staat bovenaan. Dat is niet de bedoeling. Goed. Oké, dit is een probleem. We hebben de bel nu namelijk op twee punten tegelijk nodig. En ik denk wel enigszins dat ik weet hoe. Hoeven we nu alleen maar naar de overkant. We'll be up there in no time. En bevriezen het water dan aan deze kant. Dan gaan we naar binnen. En roepen de bel terug, wat de lift omhoog laat gaan. There you go. Let's think about Tyr's probably feeling locked up in his mind. If I were imprisoned by Odin and finally freed, Odin would obviously be at the top of my list. But I would just want to fight something. Anything. Even if it was just to know I still could. Je denkt nu vooral van wat zou jij doen? Zo van,
Ik snap waar Atreus heen wil, maar hij verplaatst zich niet werkelijk in Tyr. Hij denkt vooral wat zou hij doen als hij met zijn geest in Tyrs lichaam zat. Maar Tyr is niet Atreus. Hij is geen vechtjas. Ik weet zeker dat hij een hekel heeft aan Odin na al die jaren gevangenschap. Maar wat hij vooral zou doen is de vrijheid weer proeven. De lucht inademen, de vogels weer zien, et cetera. Gewoon weer even rust nemen en voelen alsof hij leeft. Voordat hij überhaupt aan geweld zou denken. Of misschien, waar ik dus al de hele tijd op zin speel, wil hij niet eens meer vechten. We are preparing for a massive disappointment, I'm afraid. Tyr? Whoa, what happened here? Een hoop narigheid, voor zover ik het zie. Natuurlijk. Getting so sick of these little shits. Best look around. This dwarf didn't make it out. Huh. Wat heeft hij vast? Is that a relic? Huh. Oh, reliquie. Reliquie bevat een speciale vaardigheid die je activeert met L1 en X. Rust je uit met reliquie in de nieuwe wapens. Oftewel, dat zijn de talismannen die we hadden in de vorige game, zoals Realm Shift. Oké, eens even kijken wat dit te bieden heeft. Geeft tijdelijk een bonus voor contactschade. Dus als je met je blote vuisten vecht, I guess. We hebben nu ook een hoop aan experience points. Ja, we kunnen de vlammen van angst nu upgraden. Helemaal top. Je moet alleen wel aan denken te gebruiken. Oké, let's do this. Contactschade, daar komt ie. En voilà. Onze cooldown die is momenteel heel erg laag, dus het zal wel enige tijd duren voor we terugkrijgen. Dank je me weer. Ah, shit. Goddammit. Zo. I feel a breeze. We might be able to get out of here this way. Dit was drukker dan ik had verwacht. We zijn nu echt in de diepste catacombe van de mijn. De architectuur die wordt slordiger en gehaaster. Dat betekent ook dat het de minst verkende regio's van deze mijn zijn. Meer kans om Tyr te vinden. Another empty vault. Little brother, perhaps it's time no, we... don't even say it. We're gonna find him. Another door on the other side of the cavern. Let's go. Atreus, het is weer net als bij Fenrir. Hij wil gewoon niet de realiteit van de situatie erkennen dat het beste is om dit gewoon te stoppen. Hij wilde niet accepteren dat zijn favoriete huisdier en vriend zou sterven.
En nou wil hij gewoon niet erkennen dat de kans bestaat dat Tyr er gewoon niet is. Maar we hebben geen enkele hint of zelfs maar aanwijzing gezien dat Tyr hier zou kunnen zijn. Natuurlijk, Odin is te slim om dat zomaar achter te laten hier. En Durin die gaf die kaart met een reden. Maar het lijkt op een hele hoop noppes uit te lopen momenteel. Up there. The path keeps going. We'll just have to get across. De oude Kratos die zou Atreus al lang hebben vermaand om gewoon om te keren en naar huis te gaan. Maar deze Kratos blijft gewoon tot het einde bij zijn zoon omdat hij dat aan hem heeft beloofd. That's some loyalty to your child. Yo. That worked. You believe we're above where we got off the boat by Sindri? This mine is one enormous spiral. En we hebben nu een snelweg weer naar boven, mochten we vallen. Interessant. Ja, het zit vast onder al dat erts. The chain is blocked. Should be clear now. Ready when you want. Oké, ik weet alleen niet, is dit letterlijk de weg naar de deur? Ah, deze moet hebben. I can hear something in there. Als dat die deur is. Oké, dat is niet van Tyr. Daar zit weer zo'n gehate drauger in. Die is absoluut niet makkelijk. So we're gonna thread with caution. En weer een erfenis van een dwerg. That stony visage hung over the entrance to the world mill, built by Durin the Generous. I believe that's all of the rebel artifacts. Nice, we hebben ze allemaal. Dat gebeurt niet vaak dat we ze allemaal verzamelen kunnen. Oké, eens even zien. Welke is dat? Het stenen beeld van Durin. Durin, dat is een naam die je vaak terug hoort in de Lord of the Rings. De belangrijkste lijn van dwergenkoningen van het dwergenras in Midden-Aarde, die heette Durin. Durin de Onsterfelijke, omdat hij telkens... Omdat elke nakomeling van hem zo sprekend op hen leek dat ze dachten dat hij gereïncarneerd werd. En hier Durlin en Durin. Allemaal knipogen naar Tolkien. Het stenen beeld van Durin. Durin de Vrijgevige deed tientallen jaren over de bouw van de wereldmolen. Hij zag een toekomst voor zich waarin Svartalfheim net zo groen en vruchtbaar zou zijn als de dichtst begroeide velden van Vanaheim. De wereldmolen was de eerste stap in de richting. Hij verkocht zijn eerste klas vruchtbare grond aan de andere dwergen en stak alle winst in het draaiend houden van de wereldmolen. Toen Odin over deze wonderbaarlijke machine hoorde, realiseerde hij zich dat hij ervoor kon zorgen dat Svartalfheim op een dag onafhankelijk kon zijn. Hij bood Durin een onmetelijke som goud om de molen te vernietigen, maar Durin weigerde. Odin wilde het hele gebouw natuurlijk neerraden, maar op mijn aanraden hield hij zich in. In plaats daarvan bouwde Asgard gewoon zelf ook een wereldmolen. We verkochten onze aarde aan de dwergen tegen een prijs waar Durin onmogelijk tegenop kon. Hij kon het onderhoud van zijn wonderbaarlijke machine niet meer betalen en de molen raakte in verval. Toen Durins wereldmolen het eenmaal had begeven, vernietigde Odin die van Asgard ook. Niet lang daarna pleegde Durin zelfmoord. Oh man, nu weet je hoe Svartalfheim bijna onafhankelijk werd. Dat is zo treurig. Dat ding inderdaad gewoon makkelijk kunnen stuk maken met fysiek geweld. Onbedoeld dankzij Mimir's raad besefte hij dat het veel meer schade kon aanrichten als hij het op een subtielere manier aanpakte. En gewoon het symbool dat die wereldmolen vormde voor het werk, dat hij dat van ze afnam. Door gewoon zijn eigen versie ervan te bouwen, maakt hij die van de dwergen nutteloos en verloor het dus die kracht die het bezat als hoop voor onafhankelijkheid. Toen die molen dus gewoon afstierf, stierf er ook iets in de ziel van Durin zelf. Die zag gewoon dat zijn hoop was vervlogen en als je geen hoop meer hebt, ja, dan leidt dat tot zelfmoord.
Het is treurig en Odin wist gewoon precies wat hij deed. Die psychologische schade die hij aanrichtte bij de dwergen. Mimir die dacht vast dat hij er goed aan deed. Omdat hij zo het vernietigen van zoiets moois en waardevols kon tegengaan. Maar ja, Odin blijft Odin. Bijna werd Svartalfheim onafhankelijk. En wie weet komt die tijd ook. Dankzij ons twee. Drie. Geen probleem. Deze zijn uiterst agressief, dus laten we maar weer meteen Spartan Rage. Oké, we hebben hem bijna. Woe. Oh shit. Hij is snel. Yes! We fought it at the other Draugr Hall, didn't we? Odd. Vraag me af waar deze vandaan komen. Het lijkt me een vrij uniek geval allemaal. Is het gewoon een natuurverschijnsel of iets anders? Kwaadaardige magie of zo? Not sure. We hebben nu wel een extra rune aanval. This mine is largely abandoned. It is unlikely. Tyr's here. I know it. Derlin's direction stopped at the entrance to the mine. We just have to keep searching until we find him. You said you'd follow my lead, and I say we keep looking. So knock it off. Watch yourself. I will follow, but I state what I see. You did not agree with me, but you will not speak to me this way. Are we clear? Sir. Oeh, ja. Nou is hij even ferm als vader. Oh my. Atreus, zijn frustratie, die krijgt het betere van hem. Waar moeten we nu nog kijken? Even checken in het menu. We hebben een nieuwe rune aanval. Oh nee. Nee, beter. Een nieuwe bijl handvat. De versterkte vorststeel. Geeft voor het eerst afkoeling. Oké, we hebben meer dan genoeg kracht, dus die neem ik. Hou ingedrukt voor ontwakende vorst om verdediging en weerstand tegen het uit balans raken te verhogen. Een gevestigd op die koud aanvalt, zelfs in de warmste klimaten. Alright then. Oké, toppie. Dat kunnen we goed gebruiken. We hebben nu ook genoeg experience points om even te checken bij de vaardigheden die we nu hebben. Oké, deze. De chaotische stormloop 1. Is heel erg nuttig als je gewoon lange tijd zonder afloop wil aanvallen met de zwaarden. Oké, we kunnen hier niet naar binnen. En deze richting uit was de laatste kant die we op konden. One more door. That one has to be it. We will see. Seems like we'll have to get to it first. Oké, dit lijkt me weer een gecompliceerde puzzel. Water loopt hierheen. Ik zie een stel mechanische raderen. Een lift. You've used water to power the een kraan. Before. Worth a try. Dit is de dichtstbijzijnde, dus deze eerst proberen. Oké. Dat is één. Niet dat het ons echt vooruit brengt. Wel hier naar beneden.
Okay. Ik weet niet of deze ook omhoog of omlaag kan bewegen. Let's keep looking around. There's gotta be something else. Okay, we kunnen Atreus omhoog helpen. Atreus, another mental exercise. Would one who spends their life fighting, such as Tyr, have any desire to prove themselves? The proof leaves a wake of destruction. But if the wake of destruction is a bunch of bad guys, why does that matter? You're strong, and you did the right thing. War does not measure the strength of a man. Boom. I hope one day you understand. Yeah. Mijn punt was hierbij dat het lang niet altijd een spoor is van schurken, maar ook gewoon onschuldige slachtoffers die daarbij kunnen vallen. En in oorlog is dat echt een garantie dat dat gebeurt. Maar Kratos heeft gelijk. Het is niet in glorie van de strijd dat je jezelf bewijst als man. En als Spartaan dat hij zoiets zegt, dat is echt ongekend. Het bestaan van Spartanen bestond vrijwel alleen maar uit zichzelf bewijzen in oorlog. Of in ieder geval het verdedigen van hun thuisland en hun dierbaren. Maar echt hoe je jezelf bewijst als man is weten waar je echt nodig bent in je leven. En waar deze twee nodig zijn is inderdaad anderen beschermen tegen de wreedheid van de Aesir. Maar daar is oorlog niet per se essentieel voor. Er zijn andere manieren. Okay, it looks like this machine is dropping ore into the water trough. Yep. Okay. Dat dropt erts naar beneden. En we kunnen het water bevriezen hier. How very interesting. Okay. We kunnen dan naar die kraan slingeren, maar daarvoor moeten we het water daar ook bevriezen. En zodra we dat doen, beweegt de lift weer terug. Dus ik denk dat we het erts hier op een of andere manier moeten gebruiken. Oké. Okay. Nu zie ik het. Het blokkeert de doorgang. Je hoeft het helemaal niet op te blazen. Dat is dus een truc van de game designers om je even op het verkeerde been te zetten. Want dat erts associeer je normaal dat je direct stuk moet maken. Maar dat is hier niet het geval. Je moet het gebruiken alleen maar om de doorgang te blokkeren. That's very cool. Deze puzzel die duurde dus heel lang voor ik erachter kwam. Omdat ik dus letterlijk daarin trapte. Oké, nu blazen we dat erts op. Hey, we did it. I'll meet you at the door. All right. This could be it. Even een raaf van Odin killen voor we naar binnen gaan is wel zo toepasselijk. Damn it. Nee. Did you hear that, brothers? I don't think we're alone. Ears open. Eyes up. Okay. Voor we dat doen, wil ik even dit paardje bezoeken dat ik zag. Er ligt vast nog iets moois. We still have to go back and check out that last door, right? Alles op zijn tijd. Practice in patience, boy. Oké. Oh! Oh, Jesus! Dat is niet best. Ik denk dat ons gerommel hier in de mijn meer heeft gedaan dan we dachten.
familiar. We're back in the spiral section of the mine. Oké, dat was dus die deur waar we eerst niet door konden. Dit is weer zo'n voorbeeld van de intentie maakt niet uit, alleen de consequenties. En de consequenties zijn momenteel dat we aardverschuivingen in deze mijn teweeg brengen, vrees ik. Of iets anders. Iets wat misschien Tyr bewaakt. Not looking forward to that. Het is akelig stil. I don't like it. Atreus, do my words irritate you? It's fine. I get it. Brothers! Wait, is that light up ahead there? Hey, this might be it. Het feit dat Kratos dat vraagt. Normaal geeft hij daar geen bal om hoe irriterend zijn woorden zijn. Hij wil gewoon vooral dat de boodschap overkomt. Maar nu maakt het hem echt uit. Hij wil niet dat hij en zijn zoon op slechte voet met elkaar staan. Hoezeer hij ook gelijk heeft in wat hij zegt. En dat is gewoon heel erg aardig van hem. That door's bar. They must be trying to keep something in. You don't lock a door like that to secure the spare bedclothes. I see what we must do. Oh man. Inderdaad, wat zou hier achter zitten? Atreus, your arrows. Ready when you are. Yeah. Oké, laatste hoop. Wacht eraf, Gerast! Einherjar. Oh shit, ja, we zitten wel degelijk goed hier. Soldaten van Asgard. Einherjar kunnen Bifrost toevoegen aan de gezondheidsbalk. Bifrost verdwijnt na verloop van tijd, maar volgende treffers kunnen het laten ontploffen voor extra schade. Oh boy, oftewel, laat ze je gewoon niet aanraken. Hoe? Oh, zo, echt die muziek die komt wel even tot leven nu. Ik ben er wel een fan van momenteel. Maar ze gaan dood net als elke andere man. Yo! Woe. Oh shit. Geen probleem. Oh shit. Ik kan nu echt wel mooi elke aanval in mijn arsenaal inzetten, want dat moedigen deze enemies echt wel aan. Woe! Ja, ik heb nu echt elke aanval in mijn boekje gebruikt, ze wat. I like that. Woe! Clearly they don't want us in there. This has to be it. Ik denk dat hij gelijk heeft. Come on! Dear? Tyr! Holy shit! What trickery is this, Odin? Het is hem! What game do you play with me now? We're not with Odin. We're the good guys. Damn. Hij moet een hoop doorstaan hebben, zeg. Maar wat een figuur.
is the God of War. God of War aan jaren van gevangenschap, mind you. Those blades. I know you. God killer. Have you come for me now? Only to free you. Stay away. Brother, let me try. Tyr, Tyr, look. Ik denk niet dat dat hem beter laat voelen. You killed Mimir. No. Oh dear. No. Yeah, we brought him right back. Yeah. Stay away from me, you monsters. Stop. Oh dear. We need him. Hij is helemaal mentaal van de kaart. Dit verbaast me niks. Oh shit. Oh shit. Oh my god, dit escaleerde snel. Kom maar op. Ik zal jullie leren iemand jaren gevangen te houden. Woe, oké. Echt die muziek van de Einar Jarl vind ik zo cool. Het is echt heel intens. Alleen, we zijn nu gescheiden van de Atreus en dat is nooit een goed ding. De stemacteur van Tyr, dat is Brian Pendergast. Acteur waar ik absoluut niet bekend mee ben. Dit is de eerste grote rol die hij speelt. Maar ik vind het dat hij in deze eerste scène het al heel overtuigend deed. En het is heel makkelijk om hem aan te zien voor gewoon een bange lafaard. Maar dat ik zou precies zo zijn als ik jaren hier had gezeten en werd gemarteld met dingen waarvan je niet eens weet of ze echt zijn. En dan staat er tegenover je ook nog een man die hij op zijn reis heeft leren kennen als iemand die een heel pantheon goden uitmoordde. En met het afgehakte hoofd van een van zijn trouwe vrienden aan zijn riem. Ik zou ook helemaal in paniek raken. En dit is dus ook precies de versie van Tyr waar we vreselijk niet veel aan gaan hebben. Hoe komen we hieruit? Ah, zo dus. Heel simpel. Vlug Atreus zoeken. Als Tyr zichzelf zal verdedigen in paniek, we hebben geen idee hoe krachtig hij is. Dat kan heel gevaarlijk worden. Die Einar Jarl zijn taaie rakkers, dat wel. Woe! Oh shit. Dat is een Einar Jarl bruut. Yep. Geen probleem. Bruten zijn niks nieuws. En voilà. Some Spartan raids for you fuckers. Woe! Hoef je geen twee keer te zeggen. Pas afsnijden was het. Komt voor de bakker. Oké, hij klinkt kalm. Dat is goed. Just leave me alone. Tyr, listen, I swear we're not here to hurt you. We're just trying to get you out. From me, please. Take you somewhere safe, away from Odin. Show mercy. This is my father. We help people. I don't belong out here, please. It's worse when he's angry. Father! Are you not a soldier?
Are you not a leader of men? Master yourself! My son brought us to this place. For you! Look at him! You. Why? You don't know me. I know what you stood for. You helped the Giants. We're returning the favor. We? We are leaving. Are you coming with us? Beste optie, I guess. Oh, damn. Je vraagt je af wat voor een vent hij eens was. Your statue in the lake. You had a spear. I thought you needed a weapon. Walking stick? No. A kind thought, but no. Thank you, no. But... okay. Vechten is iets wat niet eens bij hem te binnen schiet. Hij is heel veranderd. I ran because I don't... always know what's real. Sometimes there's no shame in that, brother. We live in strange times. Komt van een pratend hoofd. Everyone hears him talk. We must return home. Kratos oorspronkelijke God of War thema. Juist op dit moment. Heel interessant. Can you feel that? A wind blowing from over here. Maybe there's an exit nearby. Are there names by which I should call you? I'm Atreus. You already know Mimir. And that's my father, Kratos. How does the son of a Spartan come to speak for the Jotnar? My mother was the last giant in Midgard. Laufey? Laufey. I remember that name. She tried to help people too. She's in the Light of Alphine now. You have my sympathies. Want daar gaan alle niet-mensen heen in de negen werelden wanneer ze sterven. Reuzen, dwergen. En hier gaan we ook het stoppen, want ik zie dat de tijd is, hoe jammer ik dat ook vind, want we zijn nu op een heel interessant punt aangekomen. Tyr is inderdaad niet wat zowel Kratos als Atreus had verwacht. Hij is bang, hij is getraumatiseerd, hij weet niet wat echt is. Hij vreest Odin zelfs als deze nergens te bekennen is, alsof hij elk moment hem te pakken kan krijgen. Dat is iets wat best wel vaak voor kan komen bij mensen met PTSD of die mishandeld zijn door iemand voor lange tijd. En ja, Kratos, dienstgeduld was gewoon op. Hij heeft die hele weg afgelegd met Atreus in de hoop Tyr te vinden. En terwijl die, en als ze hem eindelijk zien, stelt die hen zo teleur. Kratos weet niet beter dan Atreus, dan dat Tyr gewoon inderdaad de god van oorlog was. Een leider, iemand die inspireerde en kracht toonde. En hij denkt gewoon van, ik moet hem gewoon even wakker schudden, de harde Spartaanse aanpak geven van, krijg jezelf onder controle. Maar hij onderschat gewoon hoe erg Tyr zijn geest is gebroken in al die jaren. Hij verplaatst zich niet echt goed in hem. Dat kan Atreus beter. Hij gebruikt echt kalme, sussende woorden steeds en verzekert dat ze Tyr geen kwaad doen. Hij geeft Tyr gewoon waar hij behoefte aan heeft, en dat is informatie over wat er om hem heen aan de hand is. Ze zien maar hoe totaal verschillend ze naar dit soort situaties kijken. De lastigste vraag is nu, als Tyr eenmaal veilig is en hij een beetje tijd krijgt om weer te herstellen van wat hem is aangedaan, zal hij dan nog willen doen wat Atreus van hem vraagt? We don't know. Maar dat gaan we de volgende keer uitvinden. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten, en ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber met een nieuwe playthrough van God of War Ragnarok. Goodbye, stay safe, and live long and prosper.